Goedenavond, het is zondag 25 september en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Opluchting bij sport- en recreatiecomplex Omnium in Goes. Voorafgaand aan Prinsjesdag waren er nog grote zorgen over de toekomst. Vanwege hoge energieprijzen en bezoekers die straks geen geld meer hebben om te komen. Inmiddels is directeur Bart van den Heuvel iets optimistischer na de aangekondigde tegemoetkomingen in de miljoenennota. Er is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor zwembaden, sportclubs en ook verenigingen die heel moeilijk hun gestegen kosten terug kunnen halen uit kaartjes en andere middelen. Het is altijd even afwachten wat er uiteindelijk uit gaat komen, maar het belangrijkste vind ik dat er in ieder geval nadrukkelijk aandacht is. Voor andere gestegen kosten, zoals lonen en materialen, is nog geen tegemoetkoming in zicht. En daarom is Van den Heuvel blij met de aangekondigde tolvrije Westerschelde-tunnel straks. Want dat kan een hoop extra bezoekers opleveren voor het Omnium. Ik kom zelf graag in Zeeuws-Vlaanderen, maar ik denk wel dat wij ook mensen uit Zeeuws-Vlaanderen bij ons in het zwembad gaan krijgen voor recreatief zwemmen. Want het aanbod op dat vlak is in Zeeuws-Vlaanderen nog vrij beperkt. Je hebt er in Terneuzen Schelde-Oralo, maar dat is al heel lang dicht. Dus al die mensen die gaan naar u toe komen. Ja, waar Zeeuws-Vlaanderen rijk is aan buitenbaden, hebben wij een tropisch zwembad. En dat is voor binnen natuurlijk ideaal. Dus u wrijft zich toch al heel stiekem een klein beetje in de handen. Wij heten ze van harte welkom. In de Middelburgse wijk Douwendalen is vannacht een auto uitgebrand. De brandende auto stond geparkeerd in de Meanderhofstraat en werd tegen 2 uur ontdekt. De brandweer heeft de brand wel geblust, maar er was geen redder meer aan. De auto is volledig verwoest. Eind vorig jaar werd de wijk opgeschrikt door een reeks autobranden. Het is niet bekend wat de oorzaak van deze brand is. In de eerste klasse van het zaterdagvoetbal het debuut van SVO D22 uit Oostkapelle in de eerste klasse. Tegen Nieuw Lekkerland in het groen dat hier al na 5 minuten spelen op een 0-1 voorsprong komt door een goal van Glenn de Jong. Slechte start dus van SVOD. Dat weinig kansen creëert en pas in de tweede helft beter op dreef komt. Dit is Bas van der Wel. Blijft lange tijd in balbezit, dan komt de bal bij Sjoerd Verhulst. En dit is een goede kans, maar de redding is ook uitstekend van keeper De Vries van Nieuw Lekkerland. Het staat dan na een uur spelen nog altijd 0-1. Maar Nieuw Lekkerland is de betere ploeg op Sportpark Duinhelm. Hier komt de bal bij Sven Schilders. En hij zorgt voor de 0-2 tussenstand. En dan ziet het er niet goed uit voor SVOD. In de slotfase komt Nieuw Lekkerland door deze goal van Tim van der Zee op 0-3. En dat is ook de eindstand. In Hans Weert werd vandaag volop gedweld. Dweilbands uit Zeeland en West-Brabant verzamelden zich in het dorp om hun muzikale meesterstukken ten gehore te brengen. En de verwachtingen waren hoog gespannen. Verwachten kan altijd, maar je kunt ook teleurgesteld worden. Ja. Ik zeg, weet je wat, het wordt mooi weer tegen mijn vrouw. Ik zeg, we rijden lekker naar Hans Weert. Wat verwachten jullie zelf van het optreden? Ik denk dat we kunnen terugkijken op een optreden. Ik denk het wel, ja. Op meerdere nummers die wij dan muzikaal ten gehore gebracht hebben voor het aanwezige publiek. Tenminste het eerste setje, ik denk bij het tweede setje iedereen weg is. Maar wat is nou de toekomst van die dweilband? Ik zie het slecht in wat dat betreft. Hans Weert, ja, wie heeft er ooit van Hans Weert gehoord, hè? Wij zien er graag heel fleurig uit. Dus wij hebben daarom voor deze kleuren gekozen. De eerste keer wel altijd gevraagd. Ja, klopt. Tweede keer niet meer. Nee, meestal niet. Nee. Dit is een vrije trap van Jeffrey Dijkstra van Kloetingen in de wedstrijd tegen Smitshoek. En de vrije trap levert de eerste goal op door Reguilo van der Pitten na 23 minuten 0-1 in Barendrecht voor Kloetingen tegen Smitshoek. Het is een wedstrijd tussen de nummer 3 Kloetingen en de nummer 5 Smitshoek in de vierde divisie. En Smitshoek komt hier via Marvin van der Made 9 minuten later op gelijke hoogte 1-1. Fraaie goal van Smitshoek. Kloetingen heeft het lastig tegen Smitshoek. Dit is kort na rust. Jeffrey Dijkstra met de schietkans. En de tweede schietkans gaat in het zijnet. Maar Ruben de Jager, het zijn goede mogelijkheden voor Kloetingen om weer op voorsprong te komen. Dan direct na die twee kansen van Kloetingen opnieuw Smitshoek in de aanval. Identieke goal opnieuw afgemaakt door Marvin van der Made. Smitshoek weer op voorsprong kort na rust. Het is een leuke wedstrijd, het spel golft op en neer. En Smitshoek krijgt hier weer een kans. Maar van der Made komt net een teenlengte tekort om de bal binnen te schieten. Dan gaat de tijd een beetje dringen. Kloetingen gaat de aanval zoeken. Hier laat de keeper los.
geeft Ruben de Jager de voorzet en krijgt Kel Doesburg de kans op de gelijkmaker. Maar de aanvaller mist. De corner wordt getrapt door Jorik Meinheimer en dan valt toch de gelijkmaker binnen. 11 minuten voor tijd door Ruben de Jager. Hij is topscorer van Kloetingen met 5 treffers. Ook dit is weer een belangrijke. Want 2-2 is de eindstand. Kloetingen blijft op de gedeelde 3e plaats staan. En natuurlijk is er ook nog sportnieuws. Jan-Jaap, wat zit er in de uitzending vandaag? In Omroep Zeeland Sport zie je vandaag beelden van voetbalwedstrijden van 3 verschillende niveaus. We hebben Sportlust 46 tegen Hoek uit de 3e divisie. Uit de 4e divisie Smitshoek tegen Kloetingen. En kersverse eerste klasse SVOD speelt op eigen veld tegen Nieuw Lekkerland. Verder aandacht voor rugby. Oemoemenu uit Middelburg speelt op eigen veld de eerste thuiswedstrijd van het seizoen in de landelijke eerste klasse. En de tegenstander is de Rotterdamse Studentenclub. Dat straks in Omroep Zeeland Sport. Heel graag tot zometeen. Het zag er af en toe heel vriendelijk uit met felle opklaringen en vanochtend maar heel weinig wind en zelfs een paar lokale mistbanken, maar het was een beetje schijnbedriegt, want een noordelijke luchtstroming bracht soms veel bewolking en donkere lucht, maar ook een paar mooie heldere regenbogen. De buien zijn zo'n beetje tot rust gekomen, maar de wind gaat draaien naar west tot zuidwest en neemt aan zee ook toe tot windkracht 6 vannacht. Het raakt bewolkt en in de loop van de nacht is er van het westen uit wat regen te verwachten. En vooral in de vroege uren van de ochtend is het behoorlijk regenachtig. Met windvlagen en een felle bui kan lastig zijn op de weg. In de loop van de ochtend draait de wind naar het noordwesten. En daarmee komen er zeker morgenmiddag en morgenavond enkele flinke buien op ons af. Met weliswaar wat zon, maar ook maar met maxima van 14 à 15 graden. En het vervolg is dinsdag en woensdag ook niet droog. Af en toe zijn er flinke buien met kans op hagel. De kans op onweer is voorlopig niet zo groot. Maar het is wel een beetje guur, met maximum temperaturen die dagen van maar 13 à 14 graden. En tot zover. Veel plezier dus bij Omroep Zeeland Sport en voor nu nog een fijne avond.